Goedemorgen. Wat mooi, die wc-rol zo. Kom, we gaan je aankleden. Tenminste. Het gaat helemaal mis. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandagochtend. En ik ben te laat voor mijn eerste afspraak. Dus ik doe snel even wat make-up op. En dan ga ik er vandoor. Tenminste, ik doe eigenlijk alleen mascara op. Want ik heb niet echt tijd voor meer. En dan ga ik daarna naar kantoor. Twee afspraken en dan naar kantoor. Dus ik zie jullie zo. Ik ben net klaar met een meeting. En jullie gaan dit zo leuk vinden. Ik kan het nog niet zeggen. Maar ik ben met heel veel eigen producten bezig. De eerste lancering is half november, dus dat is echt super snel en daar moeten we heel veel voor doen, dus ik blijf voorlopig ook even in Nederland. En dit waar ik met de meeting over gehad is waarschijnlijk januari en dat is echt iets wat ik heel leuk vind en wat je overal in Nederland kunt kopen. Dus dat wordt awesome. Het wordt een goed jaar. Ik heb er heel veel zin in en ik ben nu bijna op kantoor. En er zijn apparently mega veel pakketten, maar ik ga eerst de voice zeggen tegen Kay, want die heb ik heel erg gemist. Oh, oeps, verkeerde bel. Oké. Ik kom binnen op kantoor en er staan hier zoveel pakketten op de bank. Hier, alles is al wel uitgepakt. En de kettingen zijn op, hè? Sanne? Mm-hmm. Echt jammer. Ik ben mijne kwijt, ik wil een nieuwe, maar ik laat wel eventjes alles zitten. Kijk, hier liggen weer allemaal dingen. Echt heel irritant. We wachten op een nieuwe levering. Ik hoop. Einde van de week. Einde van de week. Dan, deze vlog komt zondag online. Er zit ook veel zilveren tussen. Wacht, ik zal die zilveren even laten zien. Hier, dit is de zilveren. Kijk, mooi hè. Dus, guys, order again. De volgende levering wordt echt een hele grote levering. Dus ik verwacht dat we binnenkort niet sold out zijn. Ik heb net dit geopend van American Vintage. Het is zo lekker. Die zachte dingen voor de herfst. Deze en deze body. Die is ook super zacht. Ja, jammer dat je niet kan voelen door de camera, maar het is echt super zacht. Ik zet dat lekker mee naar huis. En ik krijg net allemaal leuke kleertjes van House of Jamie binnen. Voor Olivia. Vooral deze vind ik heel leuk. Kijk, dit is de voorkant. Een leuke tutu rok. Ik ben klaar met werken. 6 uur en Kay gaat mij een lift geven. Dat is heel chill. Kay Sutherland, waar ben jij? Jee, was je nog langs geweest daar? Ja, heel zachtjes op. Dit stuk van het aflopen. Oké, kijk. Oude, ik heb overal briefjes opgehangen. Echt? Wat goed van jou. Zachtjes, denk aan de buren met glittertape. Ben je toch een glittertape natuurlijk? Met glittertape. Ja, maar die deur is ook echt heel hard. Ja, en je moet hem ook echt hard dichtgooien, wil die dit gaan. Ja, klopt. Nou, gaan we even. Oh. Ja, het waait echt heel. Het is zo koud. Ben je aan het filmen? Ja, ik ben aan het filmen. End of the day filmings. We gaan naar huis scooteren. Oeh, ik ben buiten adem. Ik ben echt een slechte vlogger. Ik heb gewoon sinds ik thuis ben niet meer gevlogd. We hebben gegeten. Net een douche, een hele bak ijs. En nu ga ik me klaarmaken om naar bed te gaan. Ik heb Olly helemaal niet meer gefilmd, maar ik heb zo'n leuke avond met haar gehad. Oh my god, dat je zo bent. Ik wilde eigenlijk even een masker in mijn haar doen. Maar ik ga dit in mijn haar doen van Keune. Daar schijnt je haar sneller van te groeien. En ik heb het al een tijdje niet gebruikt. Oeh. Dat moet je zeg maar in je scheiding doen. Die pony. Die is zo kut 's avonds. Ja, misschien moet ik maar even een haarmasker ook nog doen. Maar volgens mij zijn al mijn haarmaskers zo'n beetje op. Tijd voor iets nieuws.
Ja, ik heb geen haarmaskers meer. Ik ben echt van de haarmaskers, zoals jullie weten. Dit is echt jammer. Ze zijn gewoon letterlijk op. Ja, nou ja, dan maar niet. Morgen weer. Ik moet morgen wel mijn haar wassen. Dus dan kijk ik wel of ik in de douche misschien nog iets heb. Ja, ik ga lekker naar bed. Ik zit zo vol. Ik heb echt een hele bak ijs op. Dus wat ik nog vertellen? I don't know. Ja, mijn telefoon zat al de hele avond uit. Ik had een Instagram geüpload. En toen heb ik mijn telefoon uitgezet. Tenminste, niet vrijwillig. Hij was op. Ik ga even dit opdoen. Mijn Sisley oogcreme. I love Sisley. Maar ik zit dus 's avonds nooit op mijn telefoon. En ik ben er eigenlijk best wel trots op. Dat in deze tijd waarin iedereen heel erg telefoonverslaafd is. Ik uitgerekend als Instagrammer. Dat niet ben. Dus ja. Dat wilde ik even jullie laten weten. Nee, het is echt goed om 's avonds gewoon niet op je telefoon te gaan. Ik heb dus ook die Moments app. En dat is best wel goed. Dus ik vond het wel goed om te zien dat ik dus zeg maar niet verslaafd ben. Want de gemiddelde mens zit 4 uur per dag op zijn telefoon. En ik hoor dus van allemaal vriendinnen dat ze echt 6, 7, 8 uur erop zitten. En ik zit heel vaak gewoon in de 3 uur. Dus dan denk ik, oh ja, ik ben best wel... I'm a decent person. Misschien ben ik daarom ook nooit extreem overstrest of kwaaltjes van die millennial kwaaltjes die best wel veel mensen toch hebben. Ik merk toch dat ik daar wat minder last van heb over het algemeen. Ik denk toch dat het komt omdat ik niet zo heel erg... Ik heb gewoon niet zo last van FOMO, dat ik alles wil weten. Zodat, ja, jullie weten het niet. Ik vind het gewoon lekker om thuis te zitten. Dus ja, met dit spannende verhaal ga ik de vlog voor vandaag afsluiten en lekker naar bed. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Wat mooi, die wc-rol zo. Kom, we gaan je aankleden. Tenminste. Het gaat helemaal mis. Goedemorgen, ik heb Olivia net naar de crash gebracht. En hier is mijn geliefde vriendje Sander, Sander, Sander. En ik ga nu naar een facial bij Knap. Doei Sander, tot straks. Doei. Een oxygen facial en daarna de hele dag shooten. Want mijn huis is huid. Mijn huid is echt super slecht. Deze trui had ik laatst op Instagram aangedaan, Champion. En ik heb daar, ik had daar zoveel vragen over gekregen. Dus ik ga hem hieronder linken, als hij er nog is. En ik probeer dus altijd, als iets er niet is, maar waarvan ik, als ik weet dat jullie er heel veel naar vragen, probeer ik of een lookalike. Ja, dit ligt. Of iets, gewoon een lookalike of een, iets van hetzelfde merk te linken, zodat jullie in ieder geval nog iets in die richting kunnen shoppen. En ik neem de jumbo bag mee. En ik heb een legging aan van Givenchy en deze Nikes. Die legging. Ik kocht vroeger altijd leggings bij de H&M of gewoon Zara voor een tientje. Maar ik heb 1 keer dus een dure legging gekocht. Deze. Wel in de sale heel erg. Hij was niet heel duur uiteindelijk. Maar ik merk toch, ik heb deze legging nu 6 jaar. Dat is best wel lang voor een legging. En soms als je meer voor producten betaalt, zeg maar producten waarvan je weet dat ze niet uit de mode gaan, heb je er toch wel iets meer plezier van. Want die leggings van de H&M en Zara en zo, die gooide ik elke keer na 3 keer dragen gewoon weg. En deze heb ik dus 6 jaar. Dus beter voor de environment. En uiteindelijk beter voor je portemonnee. En het is gewoon chill om iets langer te hebben. Maar ja, het is wel fijn als je dat soort items dan in de sale kan vinden. Ik ga stoppen met praten en naar Knap. Ik ben aangekomen bij Knap en we gaan mijn favoriete facial doen. De Oxygen Facial. Dus, dit is before. Zijn we nu aan het doen. We brengen nu eigenlijk heel veel zuurstof aan. Door middel van best wel veel bar. En dat drukken we de huid in voor, voor extra veel power. We gaan nu de bindweefselmassage door bij de behandeling gaan we met de cups doen. Yes. En die zijn heel klein. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Is dat een moeilijke techniek? Het is voor het gezicht wat lastiger omdat je natuurlijk veel contouren hebt. Dus ja, daar moet je een beetje rekening mee houden. Maar ik persoonlijk vind het een heel mooi, mooi werken. Okay. Dus we gaan hem mooi uitproberen. Ja. Oh ja, het voelt zo inderdaad heftiger dan... Ja, het is wel fijn. Dus hij blijft lekker zo op de huid zitten. Die haal je eigenlijk
via je kaken heen en weer. Omdat je natuurlijk wel echt je kaaklijn hebt, dan zie je al dat hij best wel snel loslaat. Dus daar moet je even je draai in vinden. Maar op zich is dit het enige dat je dus... Dus iedereen kan het eigenlijk doen? Iedereen kan dit doen, ja. En je hebt verschillende groottes, dus je kan ook een mooie lichaam meepakken. Want het ziet er wel makkelijk uit. Maar ja. Of dat nou het echt is of niet. Maar het is en je dus ziet echt ook zo. Wel precies waar je bent geweest. Ja. Mooie doorbloeding. Ja. Ik ben weer thuis. En mijn huid ziet er weer... iets gezonder uit. Ik ben weer buiten adem. Ik ga lekker even wat eten en dan douchen. En dan foto's maken. Ik weet alleen niet wat ik wil eten. Wat zal ik gaan eten? Ik leg hier in ieder geval wit brood. Ik denk dat ik gewoon, as always, een broodje avocado ga eten. En ik ga even de vaatwasser in en uitruimen. Kijk eens wie er terug is van school. Friet eten? Friet? Wil je friet? Patatjes met mayonaise. Of zonder mayonaise. Met tzatziki. Dan doen we net of het mayonaise is, hè? Tzatziki is ook heerlijk. Opa! Eten. Njam, njam, njam. Je kijkt toch even al die verrukkelijke haringen hier. Mooi. Ook vanochtend vroeg. Oké, wat gaan we eten? We kunnen Mexicaans bestellen. Dat is een optie. Oké. Het is geworden dat we kip gaan eten. Volgens mij is deze mens een beetje vies. Ik erger me vandaag echt aan mijn pony trouwens. Ik denk dat ik hem even iets anders ga laten knippen, want het is een beetje lastig zo. Maar we gaan kip eten en friet. Ik twijfel in of ik kip ga eten. Ik ben de laatste tijd een beetje aan het terugkomen op het idee van vlees eten. Omdat ik heel de tijd allemaal filmpjes zie waar ik dan aan moet denken. Dus, we'll see. We zijn terug vanuit eten gaan en dit is de situatie hier thuis. En ik heb het dagen uitgesteld. Maar helaas is het moment daar dat ik moet gaan opruimen. Ik ben trouwens echt blij met deze trui van Ezels die nu vies is. Want het is zo'n lekkere trui. Ik draag altijd beige in de herfst. Altijd beige. Ik zal hem hieronder linken. Het is echt zo'n chille trui van Ezels. Hij is ook lang. En dat vind ik fijn. Deze broek zal ik ook even linken als ik hem kan vinden. Sommige spijkerbroeken maken dik en sommige maken dun. En deze maat ook, verschilt ook per figuur. Deze broek maakt mij dun. And I like that. Kan ik lekker nog meer eten. En niemand die het ziet. Ja. Ik moet beginnen. Oh, trouwens jongens, deze vraag heb ik zo vaak op mijn Instagram gekregen en ik ga het nu opzoeken. Deze jurk, die had ik aan op die Eiffeltoren foto, die zal ik hier even ergens erin zetten. En heel veel de vraag waar deze jurk van was via DM's, maar ik wist het niet en het merk heet Related of zoiets. Ik heb hem gekregen in LA van een PR-bureau, dus niet zelf gekocht, maar dan... kunnen jullie dat googlen? Ik ben er ook echt super blij mee. Ik denk dat het echt een jurk is die ik nog wel... Ik zal even online trouwens voor jullie zoeken. En dan laat ik wel weten als ik hem vind. En dan plaats ik hem hieronder. En Olivia heeft even haar boodschappenkar in mijn kast gereden. Dit zijn trouwens echt nog steeds mijn lievelingslaarzen. Wacht, volgens mij kan ik ze niet goed zien. Deze laarzen. Ze zijn echt heel chill. Ze zijn super hoog en ze zitten zo mooi aan. En ik heb ze bij Zalando gekocht. Maar wel al 2 jaar geleden. Maar ik ben zo blij met ze. Maar ik had nu ook bij ASOS ook weer mooi gezien. Dit wordt echt een, niet een shoplog, maar een shoptips. Dus die zal ik ook even hieronder linken. Want iedereen is op zoek naar overnielaars. En dan heb ik ook een vraag voor jullie. Want ik ben ook op zoek. Want ik ben echt een overnielaarsverzamelaar. Naar beige, suède. Overnielaarsen, wel echt suède. Met een niet te hoge hak. Zeg maar een beetje zo'n hak als dat. Die wat breder is. Als jullie snappen wat ik bedoel.
Dus als jullie weten waar ik die kan kopen, echt hoog over die laars, dus ook niet die op je knie zitten, maar echt over je knie. Let me know. Dan kan ik eventjes daar naar kijken. Goedemorgen, het is 9 uur. Sander is Olivia naar de crèche aan het brengen en ik ga mijn make-uppen. Dus ik dacht, ik zet gezellig de vlogcamera aan. En op de vlog van afgelopen zondag kreeg ik echt heel veel vragen en DM's over welk palet ik gebruikte. En dat is dus deze. Ik maak hem gisteren ook al laten zien trouwens, van Charlotte Tilbury. En er zitten dus 1, 2, 4 ooglooks. 4? Ja, 4 ooglooks in. Dus super makkelijk voor reizen. En ik denk dat je hem bij de Bijenkorf kan kopen, dus ik zal hem hieronder linken. Ik gebruik zelf die Desk Eye van deze kleur. Die staat bij groene, blauwe oog ook. Ik zag hem bij Lydia Millen dus ook, dat zij die gebruikte. Ik vond hem bij haar ook super mooi. Dus toen dacht ik van, ik ga hem ook weer gebruiken. Ik moet trouwens echt verder opruimen. Maar goed, ik heb een drukke dag vandaag. Dus ik kan vandaag niet opruimen. Ik ben vanavond ook pas laat thuis. Vanavond komt de oppas, want Sander is ook de hele week weg. En die zit heel de week in de studio. Maar goed. Dat hoort er een beetje bij. Even kijken. Ja, dus ik ga deze kleur, die Desk Eye, ga ik opdoen. Kunnen jullie even zien hoe het eruit ziet? Misschien dat ik wel alleen deze opdoe. En dan voor de rest niks anders doe. Ik heb trouwens zoveel kleding voor de closet sale. En de closet sale gaat waarschijnlijk, als het definitief is, laat ik het uiteraard weten, plaatsvinden op 12 november. Zeg ik dat goed? Ja, 12 november. Dus dat is pretty cool. Kijk. Zo zien jullie een beetje die kleur. Ik doe mink ook even zo onder mijn oog. Dit en dan, even kijken, deze twee heb ik nodig. Doe ik denk de iets donkerdere, zou ik dat doen? Ja. Ook nog een batterij verwisselen in de vlogcamera, want die is leeg zie ik nu. Ja, ik vind het echt een mooi palet. Ik vind deze kleuren echt heel mooi. Oké, eyeliner en mascara en dan de rest van de week. Ik had trouwens ook echt een zieke highlighter. Die zag ik zo ook even laten zien. Die heb ik ook van Charlotte Tilbury gekregen. Die heet Contour Wand. En die heb ik in 2 kleuren. Ik zal even kijken of je hem bij de Bijenkorf hebt en dan zal ik ze linken. Dit is die donkere. Kijk, dat is een hele mooie tint. Dit is die tint. Beetje, ja, mooi bruin. En dan knijp je erin en dan kan je het zo doen. En dit is die highlighter. Kijk, is ook heel mooi. Ik zal hem even op mijn hand swatchen. Kijk. Dit is echt ook heel insane. Oké, ik ga even mijn batterij verwisselen, want die gaat elk moment uitvallen. Oké, ik heb me opgemaakt en mijn haar een soort van gedaan. Alhoewel het niet echt zit. Maar ik heb het niet gewassen. En ik wil nog even laten zien. Want ik heb 3 nieuwe winterjassen gekocht bij Urban Outfitters. I love Urban Outfitters. Ik zal ze allemaal hieronder linken. Alleen Bibi, die heeft er een van mij geleend. Gekregen. Hoe die dingen gaan. Dus eentje die echt ook super leuk is. Die heeft zij... ga naar school vandaag. Dus die zal ik vanmiddag. Ik ga vanmiddag mijn baby tennissen. Zal ik die laten zien. Maar ik dacht, omdat ik zo meteen mijn outfit ga laten zien, wilde ik even laten zien welke 2 jassen ik ook nog heb. Ik ben echt obsessed met winterjassen. Ik koop er elk jaar wel 8 of zo. Ik koop nooit 1 hele dure, maar gewoon allemaal van die medium jassen. I know, het is heel erg. Maar de eerste die ik gekocht heb is deze. Een fluffy bruinige teddycoat. Ik ga ze zo aandoen, want dan kunnen jullie ze ook aanzien. En deze had je vorig jaar ook een beetje bij de H&M, een beetje soortgelijk. Alleen die was binnen 1 seconde uitverkocht. En nu hebben ze deze versie dus bij Urban Outfitters. Dus die heb ik meteen gekocht. En het is gewoon lekker een teddybeer. Want I love teddybeeren. Ik laat hem zo even zien hoe het aan is.
En daarnaast, met deze jas ben ik het meest blij. Want die puffer bomberjassen, die zijn natuurlijk echt super erg in dit jaar. En daar heb ik er inmiddels ook al 3 van gekocht. Is dat erg? Ja. Dat is erg. Maar dit is mijn favoriet. Die ga ik denk ik vandaag ook lekker aan, want die zit zo lekker. Dit is dus een teddy bomberjas. En deze heb ik dus ook in het wit. Dit is van, volgens mij het merk van Urban Outfitters. Dat heet Light Before Dark. En ik heb een small. Ik zal even kijken wat ik, welke maat ik van die ander heb. Maar die vind ik dus ook super leuk. Dit is een medium. Meestal koop ik medium. Maar ik moet zeggen, deze is small. En die zit echt wel oversized. Maar goed, ik denk dat ik deze vandaag ga aandoen. Want deze is echt awesome. Dus laten we snel... Sorry, ik heb mijn geluid aanstaan. Laten we snel eventjes dat bekijken. En dan moet ik gaan. Oké, dit is die... Ik weet niet of deze outfit leuk is trouwens. Maar dit is die teddyjas. En ik vind het dus leuk om hem zo te dragen. Je kan hem natuurlijk ook gewoon zo aandoen. Dat is ook leuk. Met jeans of zo. Maar ik draag hem zelf elke keer. Ook voor foto's en zo. Zo als een soort van overslagjas. Dus zo heb ik hem nu ook aan. Ik ben nog steeds zo blij met deze tas. Ik zal de jassen dus als ze er nog zijn hieronder linken. Dit is echt mijn favoriet. Hij is zo lekker zacht. Hieronder linken. Ik blijf het zeggen, want ik krijg elke week na de vlogs zoveel DM's, e-mails, comments over waar je dingen kan kopen. En ik probeer het altijd te doen. Laatste weken hadden we iets slechter het gedaan, omdat we natuurlijk op reis waren alleen maar. Maar goed, check hieronder. En dit is de tweede jas. Misschien vind ik deze wel leuker. I don't know. Dit is echt zo'n leuke, lekkere fluffy jas. Staat ook leuk bij blond haar. En ook bij bruin haar natuurlijk. Ja, dus die zit zo. Dit was een medium. Dus dan weten jullie ongeveer hoe medium zit. Dat is altijd wel het fijnste om te bestellen. Dus dat. Nou moet ik even kijken wat ik aan ga doen. Of ik deze of die ander aan doe. Eigenlijk wilde ik die ander aan, maar het vloekt allebei bij mijn broek. Dus misschien moet ik even een andere broek aan doen. Ja. Ik ben op kantoor. Ik heb even gewerkt en we hebben geshoot. En ik moet zo naar een afspraak, maar er komt een pakket net binnen. Waarop staat Noor en baby Olivia. Dus dan wil ik het altijd heel snel openen. So let's have a look. Wat het is. Maar het is wel licht. Hoe gaat dit open? Wat zou dit zijn? Ik ben zo benieuwd. Oké, ik zie hier gewoon een lijst of zo. Ja, het lijkt alsof het een lijst is. Oh my god. Het is van Disney. Oh, een leuke lijst. Het gaat over de moderne prinses. Het zijn allemaal zulke leuke woorden. Dat is ook wel leuk voor kantoor. Kijk. Oh. Dit is de moderne woorden voor de moderne Disney prinses. Blijf vrolijk en speels. Leef gezond. Wees vriendelijk. Wees creatief. Kijk om naar anderen. Geloof in jezelf. Vindingrijk. Geef nooit op. Inventief. Wees oprecht. Voel je moedig. Dit is echt heel erg cute. Bedankt. Oké, ik heb net 2 afspraken gehad. Shit, mijn batterij is leeg. Ik heb 2 afspraken gehad en ik ga me even heel snel omkleden. Ik ben thuis, want ik ga tennissen met Bibi. Dus, let's go. Hey Bibi. Bibi, ik zei... Volg mij met de camera. Die heb de hele tijd al foto's van me. Awesome. Dankjewel. Dankjewel. Hoorde je het geluid van de vlogcamera? Ja, tuurlijk. Je trui is wel echt extreem leuk. Mag ik hem lenen? Ja. Yay. Daar ben ik erg blij om. Heb je morgen je topo-toets? Ja. Wat is de hoofdstad van Japan? Dat heb ik niet. Dus dat weet ik ook niet. Dat weet je wel. Tokio? Ja. Wat is de hoofdstad van Ierland? Ik denk dat... Ik weet het niet. Wat? Mensen gaan mij nu echt zien als een domme gek. Nee hoor, ik weet het ook niet. Oh nee, wel Edinburgh? Glasgow? Ja, ik dacht Glasgow. Glasgow maar... volgens mij. Anywho, Bibi en ik gaan tennissen. Oké, het is alweer laat en ik kom net thuis. En het is echt
de langste dag ooit geweest, werkdag. Nou, dat is niet waar. Helemaal niet waar. Maar het is gewoon een lange dag geweest. We hebben net nog geshoot op het strand in Blijburg. Zeg ik dat goed? Ja, Blijburg. En dat was heel leuk, maar wel koud. En het waaide super hard. En ja, ik ga nu mijn make-up eraf halen. Olivia slaapt. Sander is deze week weg. Die zit in de studio. Opgesloten. Soort van. En ik ga lekker eventjes een gezichtsmasker en haarmasker in mijn haar doen. En het haarmasker, ik had van de week al gezegd dat ik heel graag wilde doen. Maar het haarmasker waar ik nu voor ga is deze nieuwe die ik heb van Elviva. Een 2-in-1 haarmasker Extraordinary Oil. En hij is voor normaal tot droog haar. Zeg maar voeding, want mijn haar is super droog ook van het verven en van het weer en bladibladibla. Zo ziet hij eruit. Dus ik ga dat lekker in doen. En deze is dus met kokosolie. En ik weet niet. Oh, ik word hier zo gelukkig van. Het is zo jammer dat je een geur niet door de vlogcamera. Dit ruikt zo. Ik ben echt zin om dit te doen van. Ruik. Maar dat kan niet. Oh, deze ruikt zo lekker. Ik ga mijn hele haar hier lekker mee onderplempen. Je kan hem ook inlaten trouwens, zie ik nu. Als een lief in. Misschien dat ik dat nu doe. Voor vannacht. En dat ik hem dan vannacht lekker inlaat. En dan morgenochtend mijn haar ga wassen. Dat is misschien wel een goed idee. Ja. Dus dat ga ik doen nu. En mijn make-up eraf halen. En mijn gezicht wassen en zo. En dan zie ik jullie zo. Ik lig lekker eindelijk in bed. En ik ga slapen. Ik ben echt helemaal kapot. Hopelijk word ik morgen een beetje niet te vroeg wakker. Ik word heel vaak namelijk zelf wakker voordat Olivia wakker wordt. Dus hopelijk is dat niet zo. Ja, ik ga lekker slapen. En ook de vlog afsluiten. Want ik heb echt veel zo gevlogd. Volgens mij is het weer een hele lange vlog. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. En ja, welterusten. Bedankt voor het kijken. Subscribe als je dat nog niet gedaan hebt. Hier ergens. Dat zou ik super leuk vinden. En ik zie jullie woensdag weer.